Vandaag zijn we op bezoek bij burgemeester Hogedoorn. In januari heeft u de aanzet gegeven tot een meer samenleving, andere overheid. En we zijn bijna 3 maanden verder. En we dachten, laten we eens even kijken, het is mooi weer. Laten we eens even langsgaan bij de burgemeester en even horen hoe de stand van zaken nu is. Kunt u een kleine schets geven wat u ook alweer bedoelde met andere overheid? Meer samenleving, andere overheid. Nou, wat we daarmee vooral hebben bedoeld is het gegeven dat ze met de overheid veel minder geld heeft te besteden dan destijds. En dat dat betekent dat het voorzieningniveau onder druk komt te staan. Dat alles wat in onze gemeenschap en gemeentes de afgelopen jaren hebben opgebouwd niet vanzelfsprekend in stand kan worden gehouden. Dat we moeten kijken, kunnen we dat op andere wijze in stand houden door ook wat meer samenleving erbij te betrekken. Dat is in grote lijnen een beetje het verhaal, want het is misschien goed om dat toch nog eens even te duiden. De bomen groeiden tot in de hemel de afgelopen decennia. In het hele land was dat zo. Maar we hebben een flinke economische crisis. En die is ook hardnekkig. Dat weten we inmiddels ook, dat die ook zomaar niet voorbij is. Ook de komende jaren niet. En dat betekent ook dat we met elkaar ons moeten bezinnen op wat we met elkaar hebben opgebouwd en hoe nu verder. En het is niet een bezuiniging in de marge wat voor ons noodzakelijkerwijs aan de orde is. We hebben het echt over, als we spreken over de gemeente Oldebroek, dat er echt sprake van is dat we miljoenen minder krijgen van het Rijk om onze takenpakket uit te voeren. Dat los je niet op door een bezuiniging in de marge. Als dat zo zou zijn, dan zouden we dat uiteraard doen. Maar daarvoor is het gewoon veel te ingrijpend en veel te drastisch. En dat betekent ook dat we veel meer fundamenteel moeten kijken van wat doen we met elkaar, hoe hebben we het georganiseerd. En dat zullen we echt anders moeten gaan doen. En dat zal ook de samenleving veel meer rol in moeten krijgen. Dat klinkt dan in die zin wat negatief, omdat het vanuit bezuinigingen ingestoken is. Je kunt hem ook omdraaien en wat meer positief benaderen en zeggen, ja, waarom zou ook die overheid alles moeten doen? Is het niet veel beter en veel sterker? En krijg je er ook niet veel sterkere gemeenschappen van als we meer de verantwoordelijkheid zelf op ons nemen? We hebben bijvoorbeeld in het circuit van jeugdzorg heel veel opgetuigd. En daar is ook veel bij wat van waarde is. Maar vaak werkt het zo dat jongeren ontsporen. En dan komt het hele circuit in beeld om dat dan weer te gaan repareren. Ja, maar even daarop inhakend, als u zegt van jongeren ontsporen, maar dat komt dan toch ook mede door die bezuinigingen. Doordat je dus geen geld meer steekt in de jeugdzorg, daar ontsporen de jongeren veel vlugger. En dan ga je dus eigenlijk naar die tijd alles proberen te repareren wat je al kapot gemaakt hebt. Nee, de redenering is nou juist precies andersom. Doordat we denk ik te veel vanuit de luxe en de welvaart als individuen zijn gaan samenleven met elkaar. En te weinig oog hebben voor elkaar, ontsporen nogal wat jongeren. En dan wordt de jeugdzorg ingeschakeld en daar zit heel veel geld in. Er zit ook heel veel bureaucratie in. Ook allemaal circuits die naast elkaar werken. En daarvan zeggen we nu eigenlijk met elkaar, want we zijn ook bezig om ons voor te bereiden op die taak die we van het Rijk ook bij de gemeente neergelegd krijgen, jeugdzorg. Van we moeten dat veel meer preventief aanpakken. Daarvoor is ook in januari die jeugdconferentie in de Talter gehouden, waar we heel content mee waren dat er maar liefst 130 mensen aanwezig waren om mee te denken. En laten we zorgen dat we veel meer aan de voorkant bezig zijn met elkaar, aandacht geven aan elkaar, om die ontsporing juist te voorkomen. Zodat je dat hele circuit, wat zo kostbaar is, van de jeugdzorg, niet nodig hebt. Als ik het goed begrijp, dan denk ik dat u dus gewoon kort wilt zeggen van we moeten meer aandacht geven aan elkaar. Wat we eigenlijk vroeger allemaal dat ik-gerichtheid hadden. Die ik-gerichtheid wilt u er eigenlijk uit de samenleving hebben. Klopt, en we moeten er ook veel meer bewust mee bezig zijn. En ik merk ook dat er in de samenleving heel goed een appel gedaan kan worden. Om een voorbeeld te noemen, ik heb niet zo lang geleden met de voorzitters van de voetbalverenigingen gesproken. En hen erop aangesproken dat ook voetbalclubs, bijvoorbeeld met via de trainers van de teams, heel veel positieve aandacht kunnen geven aan die jongens die in die voetbalteams met elkaar acteren. En als je daar positief mee bezig bent en ook vroeg signaleren van hey, hier gaat het niet helemaal goed, hier zit een jongen niet goed in zijn vel, en daar actief met elkaar aandacht aan besteedt, dan valt er heel veel te voorkomen. Ja. Maar dan denk ik eigenlijk van oké, burgemeester, dat heeft u mooi gezegd. In feite gooit u het probleem nu even bij de, mag ik het zo zeggen dan, even kort door de bocht, bij de andere mensen op de bord en jongens, red jezelf. Ik zou het veel positiever willen benaderen. We zijn een stuk rijkdom kwijtgeraakt doordat we veel meer qua individuen zijn gaan opereren. Individuen is belangrijk, maar het samenleven is ook belangrijk. Als je op deze wijze met elkaar
optrekt en verantwoordelijkheid voor elkaar neemt, dan word je alleen maar als samenleving enorm veel rijker van. Dat is veel mooier. Veel beter dan dat je zeg maar, ieder voor zich leeft en ziet dat mensen ontsporen en die komen in de goot of die komen dan in die circuits van de jeugdzorg terecht. Dan ben je te laat. Dat is heel jammer. Ja. Nou, even teruggaan naar de jeugdzorg. Dat is zijn, en u heeft ook al gezegd, ze lopen dus met verschillende loketten te werken. Is het misschien ook niet veel slimmer en handiger? En misschien is het ook wel handig als ze bij de gemeente komen, dat ze dan eigenlijk één loket hebben waar ze met alle problemen die ze hebben, bij één persoon terecht kunnen. Dat het dan veel effectiever werkt. Ja, dat klopt. Maar daar zou ik mee bezig zijn dat het ja, één persoon op één familie wordt zeg maar, qua aandacht. We moeten dat veel beter structureren, ook als overheid. Dus we hebben niet alleen maar deze vraag aan de samenleving om meer verantwoordelijkheid te nemen. We moeten onszelf als overheid ook veel effectiever en efficiënter gaan organiseren. Ja. Als ik dan zou even vragen, misschien heeft u wel getallen. Praat je dan over grote getallen in de gemeente Oldebroek? Jongelui die ontsporen? Nou, ik heb de aantallen niet paraat, maar ik zou het wel zo willen benaderen. Elke jongere die ontspoort is er één te veel. Dat is logisch, maar u kunt niet bij benadering zeggen tientallen, twintigtallen of moet ik in honderdtallen denken? Daar ga ik me nu even niet te wagen. Nee. Oké, okay. Goed. Er zijn ook wel eens wat vragen binnengekomen. En dan wordt er gezegd van, moeten wij, dat zijn de burgers dus, dat is de samenleving, juist nu dan meer in beweging komen? Ja, maar op verschillende niveaus. En daar zijn wij dus ook naar op zoek. Ik gaf net aan van... Sportverenigingen? Ja, ik bedoel het letterlijk in beweging komen. Ja, sportvereniging, maar ook in januari. Ja. In beweging komen, letterlijk is ook goed. Ook als het gaat om gezondheid. Ja, dat is absoluut het geval. Maar ik bedoel het ook even anders. In januari heb ik zeg maar, op de nieuwjaarsreceptie aangekondigd dat we hier toch met elkaar met de slag gaan. We zijn zelf ook als gemeentebestuur zoekende hoe gaan we dat nou invullen. En er zijn gewoon verschillende niveaus waarop we dat willen gaan doen. Een paar voorbeelden te noemen. We hebben contacten met de dorpen. We hebben 6 dorpen in onze gemeente. In het ene dorp is dat wat meer georganiseerd dan het andere dorp. Maar in alle dorpen willen we dat verder op gang brengen. Dat zijn met dorpsgroepen. Of het nou klantwoordgroepen heten of dorpsbelangen, maakt niet uit. Meer zelf gaan aangeven met het eigen dorp wat in het dorp echt van waarde wordt gevonden. Als het gaat om openbare ruimte, hoe moet het eruit zien? We bepalen nu heel veel zeg maar, als gemeente voor die dorpen. Misschien zaken waar de dorpen zelf helemaal niet zoveel belang aan hechten, dat doen we toch. Dus het is veel belangrijker om de dorpen zelf te vragen, wat vind je nou belangrijk en wat je belangrijk vindt, hoe kunnen we dat organiseren? Kun je er ook zelf een verantwoordelijkheid in nemen als inwoners van het dorp? En waar kan de gemeente het eventueel faciliteren? Maar dat niet meer de vanzelfsprekendheid is dat de gemeente alles uitvoert. Nou, dat is op het niveau van dorpen. Als het gaat om verenigingen en instellingen, is het zo dat in september door de raad is besloten tot forse bezuinigingen. Die gaan overigens pas in met ingang van 2015. Nou, daarvan hebben we gezegd, we gaan gewoon om tafel zitten met alle clubs die daardoor getroffen zijn. Instellingen, sportverenigingen, muziekverenigingen, noem maar op. Ga om tafel zitten om te kijken, wat betekent dat nou? En hoe kun je het nou op een creatieve manier met elkaar opvangen? Door meer samen te werken, door leden een andere rol te geven of wat dan ook. Dat is ook een niveau, ook op het niveau van wijken en buurten. Ik ben gisteravond toevallig geweest bij de start van een project dat heet De Wezepse Taart. Dat betreft een bestemmingsplangebied. Ik heb iets in zo zien twitteren, ja. Ja, ik twitter wel eens wat. Ook om daarmee ook wat zichtbaar te maken van wat er allemaal gebeurt. En er gebeurt best veel. Dat is een bestemmingsplangebied in Wezep, nabij het spoor. Wijk uit de 70e jaren, waar zeg maar, behoefte is om fysiek en sociaal het een upgrading te geven. En er was een groep betrokken en actieve mensen die daar verantwoordelijkheid in wilden nemen om te kijken hoe kunnen we dat met elkaar in dat gebied zeg maar, voor elkaar krijgen. Dus dat is een combinatie van zowel bewoners als ook professionals die met elkaar daar zeg maar, zich over buigen en daar verantwoordelijkheid in willen nemen. Nou, zo kunnen we op allerlei niveaus kunnen we dingen met elkaar gaan oppakken en dingen teweeg brengen. En dan komt er ook iets moois tot stand. Je krijgt er met elkaar ook een enthousiast gevoel bij. En ook een stuk voor de, ja, ik zou zeggen, voor de eigenwaarde is het ook heel goed. Hè? Want het is veel mooier als je dat zelf met elkaar voor elkaar borst. Dan dat het altijd maar bij de gemeente wordt neergelegd. Ja. Nou noemt u het woord faciliteren. Dat betekent dan eigenlijk dat je dus de mensen wilt helpen. Dat betekent dat je dus nog altijd wel een klein spaarpotje achter de hand hebt. Waar je dan mensen in ieder geval mee over de streep kunt trekken. Ja, het is ook niet zo dat de gemeente er niets meer doet. We hebben sowieso onze kerntaken die we hebben te doen. Maar het is wel per geval bekijken van wat kan de samenleving zelf. En waar moeten wij nog een zetje geven om het voor elkaar te krijgen.
Maar sowieso natuurlijk de kerntaken zoals openbare autoveiligheid, die staan er. En daar heeft de gemeente voor te waken. Maar bijvoorbeeld ook handhaving, dat is ook op zich wel een kerntaak van de overheid. Maar ook daar kun je je afvragen, hebben we dat niet wat overgeorganiseerd? We hebben enorme controlemechanismen opgebouwd met elkaar. Terwijl het toch mee begint dat mensen die een vergunning krijgen zelf er verantwoordelijk voor zijn. Dat ze het overeenkomstig die vergunning ook uitvoeren en niet anders. Dus waarom moeten we dat per definitie allemaal gaan controleren? We hebben enorme controlemechanismes ingebouwd. Zou betekenen dat we iets vrijer worden? Dat is de andere kant van het verhaal. We willen ook heel nadrukkelijk wat dat betreft naar onszelf kijken. We hebben heel veel regelgeving en heel veel bureaucratie. Waarvan we zeggen dat kan wel een tandje minder. Als je mensen wilt activeren en meer verantwoordelijkheid wil geven, moet je dat ook mogelijk maken door ze wat minder te belasten met allerlei regeltjes van de overheid. Dus daar gaan we ook heel kritisch naar kijken. Nog een ander voorbeeld is ook handhaving, wat ik noemde. Er zijn nog wel eens wat burenruzies die zeg maar, via de gemeente worden uitgevochten, om dan via de gemeente het gelijk te krijgen ten opzichte van je buurman. Nou, daar moet de overheid zich niet voor laten lenen. Mensen moeten volwassen met elkaar in gesprek. Natuurlijk, als iets zeg maar, buiten een vergunning niet klopt, dan mag er van de overheid worden gevraagd om op te treden. Maar het moet niet het middel zijn om zeg maar, buurruzies op te lossen, want dat gaat niet werken. Nee. Daar zijn wel andere middelen voor om dat te gaan doen. Er is nogal een vraag gekomen. Zijn bezuinigingen nu aanleiding voor deze nieuwe aanpak, die u zo mooi heeft uitgelegd nu? Is het eigenlijk niet de omgekeerde volgorde? Ja, ik kan er niet omheen dat het inderdaad wel zeker een aanleiding is. We hebben gewoon domweg minder geld in de kas. Ik gaf al aan, dat gaat niet over duizenden of honderdduizenden euro's. Maar dan heb ik het echt over miljoenen euro's die we minder in kas krijgen. Doordat we en minder geld krijgen van het Rijk. Maar ook doordat we, als het gaat om ontwikkeling van projecten, ook geen inkomsten meer hebben. Of bijna niet meer. Dus het is een financiële noodzaak. Maar we hebben wel gezegd, je moet dan niet alleen maar op die wijze negatief benaderen. Het is veel beter dat we het ook positief nu omdraaien om te kijken van hoe kunnen we als samenleving gewoon veel meer zelf verantwoordelijkheid nemen. En ook voor elkaar. En kijken hoe krijg je de dingen die je van belang vindt. Dat is ook een punt, hè. We hebben veel te veel steeds aangenomen, alles wat we hebben vinden we belangrijk. Ik weet niet of dat zo is. Laten we als samenleving daar maar eens goed naar kijken. Wat vinden we nou echt van belang? En datgene wat je van belang vindt, kijk daar ook naar hoe kun je dat zelf met elkaar organiseren. Niet altijd per se eerst naar die overheid kijken. Is het misschien een mogelijkheid omdat je dan een soort wedstrijd uitschrijft van jongens, wat vinden jullie nou van belang? En schrijf het maar eens op en deponeer het maar eens bij het gemeentehuis. Nou, dat zou kunnen. Je kan het samenleving breed doen. Nogmaals, we zijn zelf ook nog een beetje zoekende. Hoe gaan we het nu allemaal zeg maar, op de agenda krijgen? Hoe gaan we het bespreekbaar maken? Ik gaf al aan, dat willen we in elk geval doen op dorpsniveau. Dus daar gaan we ook concreet mee in gesprek. Er staan ook al een paar data genoteerd. In elk geval met de dorpsraden van Oosterwolde en Noordeinde. Maar ook met de andere dorpen willen we daarover praten. En dan is het ook zeker zaak dat er op dorpsniveau wordt aangegeven. Wat vinden we hier belangrijk? Maar ook als het gaat om de sportverenigingen, muziekverenigingen, laat zij ook aangeven wat echt van belang is. Goed, we gaan weer even terug. U noemde eigenlijk faciliteren. U heeft ook gezegd van samen doen. Dorpsgesprekken hebben we in het verleden ook gehad. Is dat eigenlijk een soort verlengstuk ervan? Een verlengstuk waarvan? Van de dorpsgesprekken die we in het verleden hebben gehad, maar dan in een andere opzet, met een andere naam, andere titel enzovoort. Nou, we hebben nu een beetje omgedraaid. In het verleden ging het college zelf op bezoek in de dorpen. We zijn nu eigenlijk zo in gesprek met de dorpen dat we zeggen, nodig ons uit. Geef zelf aan wat de thema's zijn waar je het over wilt hebben. En dan komen we graag met jullie over praten. Dat gebeurt dus al in Oosterwolde Noordeinde. Maar ook met de andere dorpen zijn we doende om, want daar zijn wat minder georganiseerde verenigingen zoals dat bijvoorbeeld al in Oosterwolde en Noordeinde het geval is. Maar zijn we doende om zeg maar, ook daar via klantwoordgroepen ook zoiets op te bouwen. Zodat daar ook mensen zijn die zeg maar, verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen dorp. Om te kijken van nou wat vinden wij in dit dorp met elkaar van belang. En waarover willen we dan met de gemeente spreken. Waarover kunnen we nadenken om zelf dingen georganiseerd te krijgen. En waar hebben we de hulp van de gemeente bij nodig. Ja. Dat is allemaal heel mooi gezegd. Maar we zijn allemaal hartstikke druk tegenwoordig. Waar halen we al die mensen vandaan? Die vrijwilligers die dat allemaal moeten oppakken. Want iedereen denkt van dat doet de buurman wel. En dat doet de andere buurvrouw wel. En zo krijg je dus nooit een gesprek op gang. Stimuleert de gemeente daar ook nog wat in? Of stuurt de gemeente daar ook nog wat bij?
Nou goed, vrijwilligerswerk is sowieso wel een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. En hier moeten we ook zeker oog voor hebben. Je ziet overigens ook al dat het de aard van vrijwilligerswerk ook verandert. Voorheen was dat meer langdurige verbanden. Dat is tegenwoordig wat moeilijker. Maar als je dat wat meer differentieert, dan zijn er nog steeds heel veel mensen die best wel bereid zijn om hier en daar dingen te doen en klussen op te pakken. Het valt ons nu ook op, want nogmaals, in dorpen Oldebroek en Wezep en Hattemerbroek en het Loo waren ook geen dorpsbelangverenigingen. Maar er zijn in al die dorpen nu heel wat mensen beschikbaar om daar toch in die zin ook verantwoordelijkheid in te nemen en een rol te pakken. Ja. Dan heb ik nog een vraag gekregen. In de wandelgangen hoor ik dat de gemeente toch binnen een jaar ruim 7 miljoen heeft uitgegeven. Het grootste gedeelte is naar de organisatie gegaan. Mogen wij nu de samenleving de taken van de gemeente overnemen en dan ook nog wel pro deo? Nou ja, dat is even te eenvoudig gezegd. Het is zeker wel waar dat wij het noodzaak hebben gevonden om even wat extra in de organisatie te investeren. Maar vooral ook om te zorgen dat we een andere situatie kunnen toegroeien, die ik net heb geschetst. Ik heb ook aangegeven, wij gaan de bezuiniging ook niet over de schutting gooien. In 2015 gaat die in, maar we gaan nu met alle partijen in gesprek om te kijken hoe kunnen we daar met elkaar naartoe groeien. Hoe kunnen we dat anders gaan organiseren. Dus dat moet ook vanuit de gemeente goed gefaciliteerd worden. Vandaar ook de deels tijdelijke investering erin. Maar tegelijkertijd gaan we ook op onze eigen gemeentelijke organisatie fors bezuinigen. Ik heb al aangegeven, we hebben ook een discussie gehad over kentaken. Dus een aantal taken gaan we ook inderdaad niet meer uitvoeren. En dat betekent dat er ook formatieplaatsen worden geschrapt. En dan heb je het al gauw over zo'n 12 à 13 formatieplaatsen. Het komende jaar is het zo, of de komende 2 jaar, dat wij toegroeien naar een bezuiniging op de organisatie van ruim een miljoen. Ja. Dat is dus dan 2013, 2014? Klopt, ja. Okay. We hebben het over een meer samenleving gehad, andere overheid. Ondertussen is er ook een nieuw verslagzin het levenslicht gaan zien. En dat heet Oldebroek voor elkaar. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, we zijn eigenlijk de kentagendiscussie begonnen met meer samenleving, minder overheid. Dat hebben we later veranderd in andere overheid, omdat minder overheid suggereert. De raadsleden vinden u erg knap hoor. Ja, dat is wel sympathiek, dat is mooi meegenomen. Maar minder overheid suggereert een beetje dat je er niet meer zo op de samenleving betrokken bent. En dat is niet het geval. Daarom hebben we gezegd, het is een andere overheid, een andere rol. Want de betrokkenheid vanuit ons gemeentebestuur op onze samenleving, die is er en die blijft er. Ondertussen is het wel waar dat de omvang van de gemeentelijke organisatie, die wordt kleiner. Dus in die zin wordt het wel minder overheid. Maar dat zijn allemaal van die kreten waarvan je zegt, ja, dat spreekt niet echt aan. Dus daar hebben we gezocht naar een motto wat meer aanspreekt. En zo zijn we gekomen tot Oldebroek voor elkaar. Persoonlijk vind ik ook dat ook echt goed past bij de gemeenschap van de gemeente Oldebroek. En bij het karakter ook van de dorpen van onze gemeente. Alle gemeenschappen die we hier kennen. Want er zit heel veel sociale cohesie in. Gewoon aandacht voor elkaar. En daarom ben ik zo optimistisch ook over de plannen die we hebben. Omdat mensen hier ook aanspreekbaar zijn. Men heeft oog voor elkaar. Men heeft de bereidheid om iets voor de ander over te hebben. En de filosofie is dus inderdaad eigenlijk tweeledig met de Oldebroek voor elkaar. We leven niet alleen voor onszelf, maar we leven ook voor de ander. We nemen verantwoordelijkheid voor elkaar. En als we het op die wijze met elkaar aanpakken, dan krijgen we het ook voor elkaar. Die twee dimensies zitten in dit motto. U probeert gewoon iedereen enthousiast te maken om voor elkaar te leven en niet alleen voor zichzelf. Ik weet dat ik heel veel mensen niet enthousiast hoef te maken, want er zijn heel veel mensen in dit opzicht in onze samenleving enthousiast. Maar we moeten elkaar hier wel in meenemen, dat klopt. Ja. En als we nou niks doen, wat gebeurt er dan? Nou, dat zal de tijd leren, maar één ding is wel zeker. Met de portemonnee die de gemeente nu heeft, en dat geldt voor heel veel gemeenten, kun je lang niet in stand houden wat er is. Dus dan krijg je een enorme verschraling. En dat met elkaar af gaan zitten wachten is niet goed. Dus daar hechten wij eraan dat vooral de samenleving zelf er ook over na gaat denken. Wat vind je echt belangrijk? Dat is één. En twee, en hoe kun je het dan in stand houden naar de toekomst? Of kun je nieuwe dingen organiseren waarmee je andere dingen kunnen komen te vervallen? Maar ga vooral zelf nadenken, want anders gaat er een verschraling en een verschraling optreden. En dan staan we erbij en dan kijken we ernaar. En dat willen we toch niet met elkaar. Nee. Als mensen nou ideeën hebben, want u zegt elke keer van als mensen gaan nadenken, als mensen gaan doen. Sommige mensen hebben best wel goede ideeën. Is er dan ook ergens een adres of een postbus waar ze alles kunnen brieven, kunnen dumpen, zeg maar. Zodat er iets mee gedaan kan worden, zodat we het echt voor elkaar kunnen krijgen?
Ja, goed, wat dat betreft staat het gemeentehuis natuurlijk altijd daarvoor open. Dus daar kunnen allerlei kanalen voor benut worden. De brievenbus van het gemeentehuis. Mij persoonlijk kan er ook op aangesproken worden. Dat is helemaal geen punt. Maar dat kan ook via de dorpsraden die er al zijn. Dat kan ook via de sportverenigingen. Dus er zijn veel adressen waar dat neergelegd kan worden. Goed, misschien is het wel handig dat we dan een keer de adressen krijgen van de afdeling communicatie in de krant of zo, waar de adressen en de postgegevens van de dorpsraden allemaal te zijn. En zodat men dus ook die mensen kan aanspreken met hun goede ideeën. Ja, klopt. Maar waar we nu mee beginnen is dat we het gesprek aangaan, echt actief aangaan, zowel op dorpsniveau als ook op het niveau van instellingen en verenigingen. Om met de instanties die het nu getroffen worden door de bezuinigingen, daar te gaan kijken van wat betekent het voor jullie? Wat betekent het voor het voorzieningenniveau? Hoe kun je dat op een andere manier misschien organiseren? En wat vind je daarin echt van belang om georganiseerd te hebben? Ja. Goed, nou een beetje afsluitend en concreet. Kijken wat we dus nog kunnen doen voor de toekomst. Wat zijn de toekomstverwachtingen voor de komende periode, tijd, maanden misschien? Nou, de toekomstverwachting is dat wij wat dat betreft gewoon met elkaar in gesprek gaan. Echt fijn. Ja, dat is één. Om tafel gaan zitten en kijken van wat vinden we belangrijk en wie kunnen we mobiliseren en hoe kunnen we zaken mobiliseren om dingen voor elkaar te krijgen. En dan, dan ontstaat er vanzelf een beeld van hoe we deze samenleving op een goede manier toch in de benen kunnen houden. Ja, goed. Heeft u een tijdslimiet voor uzelf voor de grote vakantie bijvoorbeeld? Nou, we vinden het van belang dat in elk geval voor de vakantie de gesprekken goed op gang gekomen zijn. En dat na de vakantie, dat leidt tot verdere uitwerking van de plannen. En in die zin hebben we ook nog wel even tijd, omdat de bezuiniging in 2015 feitelijk ingaat. Maar goed, daar willen wij niet op gaan zitten wachten. Je wil proactief erover nadenken, zodat er niet op dat moment een probleem ontstaat. Want dat moeten we zien te voorkomen. Ja. Goed, dan hebben we best nog wel wat te doen. De gemeente, het college natuurlijk, de gemeenteraad en de bevolking. We moeten er hard aan trekken om Oldebroek voor elkaar te krijgen. Oldebroek voor elkaar en daar gaan we met elkaar voor. Oké, dank u wel voor het interview.